Boksmeer. Drie verschillende maten natuurlijk, die grote klok, de volle klok, de kleine klok. Kijk, en je ziet dadelijk die kroon, die wordt hier uitgekapt, zeg maar. Die hun eraf geslepen hebben, die doen wij helemaal uitrevollen, revelen. Hij moet dan een paar centimeter ruimte hebben, dus dat je de klok wel aan kunt trekken. Als je daar in het midden aan zit, dan kun je die stroppen dadelijk aandraaien waar je wilt, maar dan blijft de klok kiepen. Dus hij moet in het midden vrij zitten, dan komen degens de beugels eromheen zitten. Kijk, die passen zo, die gaan door de kroonarmen heen. En dan trek je zo de klok tegen de houten as aan, ja, in het midden natuurlijk dan, hè. Ja. Dit is dus de klokkenstoel met de nieuwe onderbalken. Er wordt ook hout opgeschroefd. En dan komen de klokken tussen hangen, tussen die stoel. Dat zie je op deze tekening. Vooraanzicht. Dan zie je de klokken met de nieuwe houten luidassen ervoor. En dat zijn dus deze assen. Kijk, hier zie je die. En hier zie je de kronen zitten van de klokken. En net de klepels onderuit. Ja, mooi. Die wielen, die walst Joris altijd. En dan las hij nog twee hoeklijntjes tussen en die komt aan de zijkant om de as zitten zo, hè. En dan komt de motor onder staan, dus dan komt de ketting om liggen en de motor die begint zo te trekken linksom rechtsom en die gaat de krachten opvoeren, zeg maar, tot bij de grammatje zeggen van de motor, tot zo hoog en nu wordt verder opluiden. En dit zijn voor de kleinste twee klokken, de grote klok moeten we nog walsen. Dit is dus de Petrusklok, de grote klok van de Sint-Petrusbasiliek. Die is uit 1448. Die gaat naar de firma Lachemaier toe. Omdat de kroon is afgeslepen, die wordt helemaal teruggerestaureerd met de originele punt er nog bovenop. Daar gaat hij voor weg, de rest is in orde. Je kunt zien hier met die oude scheepstouw, is die kroon gegoten vroeger. Met de mooie tekentjes erin. Wel, denk ik. Hier staat Petrus, dus de naam van de Petrusklok. De M is 1000. De C is 100, dus dat is 1400. 48. 1448. Dit is de middelste klok van het gelui, dit is de Maria-klok en die is van 1410 en die gaat ook naar Lachemaier om de kroonarmen, de uitgeslagen plekken, weer vol te lassen en het herstellen van de bovenkroon. Dit is de kleine, dit is de Jezusklok, die is van 1443 en die heeft eigenlijk de meeste schade van de drie. Binnen in de klok is het klepeloog afgebroken, dus dan hebben ze een hulpkannieplaat met bouten erdoor geboord waar dan de klepel aan komt te hangen. Dus die bouten gaan eruit en die wordt weer dichtgelast, zeg maar, zoals die origineel was. Ze gieten een nieuw oog in en de slagplekken, dat is de plek waar de klepel altijd geslagen heeft. Die worden weer mooi volgelast, want die zijn op die wanddikte te dun. En dan kan zelfs de klok gaan scheuren. Dus die worden nu ook weer volledig hersteld. Die kroon hebben ze ooit helemaal ook aan zitten lassen onderin. En die gaat er waarschijnlijk helemaal af en er komt gewoon een nieuwe kroon opgegoten van hetzelfde materiaal. Hier hebben ze twee staven tussen gemaakt. Kun je zien dat er een andere versiering zit. Hier zit gewoon een stuk staaf tussen. Dus waarschijnlijk zijn die ooit afgebroken geweest. Dus deze heeft de meeste schade van die drie.